Scrapbooking Memories. Vandaag ga ik twee sterrenpansen gebruiken en die cirkelpans. Dit kerstpapier in 6 inch op 6 inch formaat. En twee verschillende foto's van ons meisje met Sinterklaas. Dit is sterretjespapier nog. Twee cut-outs of twee blokjes van Chimel, of hoe ik het ook moet noemen. En dan Sinterklaas themapapier, geel papier van Chimel en ook dit polkadot papier is weer van Chimel. Verschillende collecties. Die vierkantjes, kadertjes van Chimel, die zijn uit haar laatste Box of Crayons collectie. Amai, wat een tongtwister. Nog eens eventjes door het papier gaan. En dat geel papier dat je ziet, of okerpapier dat je ziet, wordt de basis waar dat ik op verder ga bouwen. Het zal ondertussen ook al duidelijk zijn dat het een Sinterklaas pagina gaat worden. Hier is niet mooi afgesneden, dus ga ik nog eventjes na met de schaar om een mooie rechte lijn te krijgen. En nu ga ik kijken, wil ik het van boven, wil ik het van onder. Maar ik wil de blokpapier in zijn thema, wil ik van boven. En dan ga ik met grijze inkt, memento inkt, mijn randjes na. En ik lijm het papier vast met mijn tape glider. Nu ga ik van dit meerkleurige Sinterklaaspapier een strook afsnijden en weer beïnkten. En zo creëer ik weer meerdere laagjes van papier voor meer textuur ook te creëren. Meer kleur, meer textuur. Dit worden mijn twee fotomatten. Allee, worden fotomatten gewoon. Een mooie blok in de achtergrond, meerdere laagjes, meer textuur. Nu ga ik randjes snijden en ik laat een paar millimeter langs witte rand langs de randen. Dat geeft meer contrast tegen de donkerdere achtergrond. Laat de foto meer uitkomen, meer opvallen. Ik ga ze ook zo schuin op elkaar zetten. In plaats van naast elkaar. Ik vind dat mooier ogen. Ben ik aan het kijken van waar dat ik mijn fotomat uit ga maken. Want het wordt dan deze chevron print. Ga ik kijken, maar uiteindelijk ga ik exact dezelfde chevron print uitkiezen, denk ik. Ja. Herhaling brengt rust. In deze print komen ook alle kleuren terug wat in het zintpapier zit. Om alweer voor herhaling te zorgen. Ik zet de papieren nooit mooi op elkaar, maar een klein beetje schuin gekanteld. Om meer beweging te creëren in mijn pagina. Ik vond ook dat er een lichte contrastkleur in tussen moest komen, dus heb ik dit polkadot papier ertussenin gezet. Ik beïnk de randen en dat komt er weer tussen. Voilà, en nu heb je licht van de witte randen rond de foto, donker van de rode bordeauxrand daaronder en dan weer die polkadots licht
En dan de donkere, donkere cadeautjes. Nu doe ik de kadertjes van Chimel erbij. Maar uiteindelijk ga ik die twee verwisselen omdat ik mijn L wil creëren. Voor het oog te leiden naar de foto's. Ik wilde een duidelijkere L. Dit wordt mijn klein journalblokje. Ook als dat grote kadertje of dat grote blokje over de journalblok kwam, dan had ik niet zoveel plaats om te schrijven. En door ze te verwisselen had ik dat dan wel. Nu ga ik mijn titel zetten. Dat wordt Happy Feet, omdat ons meisje toen dat Sinterklaas zag en er naartoe mocht eindelijk, het haar beurt was, toen maakte ze een waar vreugdedansje. Vandaar Happy Feet. Andere kindjes beginnen te wenen omdat ze bang zijn. Zij maakt een vreugdedansje van geluk. En met haar was iedereen die het zag ook blij. Ik alterneer de kleuren van rood naar geel, tussen geel. Kleuren van de Sint. Het zijn ook de twee hoofdkleuren die ik gebruik heb op mijn pagina, rood en geel. Zo ziet je dat je je kleurkeuze eigenlijk ook kunt halen uit een thema. Hier is het thema Sinterklaas, dus dan heb ik gekeken wat zijn de kleuren van Sinterklaas, rood, geel, dan zijn dat ook mijn basiskleuren geworden. En voor de rest heb ik mij gebaseerd op de kleuren en het papier dat ik had van Sinterklaas. Nu was ik meer textuur aan het creëren door de handen wat omhoog te brengen. En met de foam dots laat ik de kadertjes iets omhoog komen, een 3D effect creëren. Nu ga ik met mijn ronde pons die uit dit papier wat cirkeltjes ponsen en laat die dan op drie plaatsen terugkeren. En zo heb ik dan mijn plaatsen voor de clusters, voor de embellishments groeperingen vastgelegd. Hier uit dat Sint en Piet papier heb ik dan ook weer telkens 1 Sint en Piet voor elke cluster uitgeponst. Op die manier komt op elke plek een Sint, een Piet en een cadeautje terug. Nu ben ik aan het kijken, is er nog een ander blokje wat ik kan gebruiken? En ja hoor. Een derde blokje uit dat Chimel papier van Box of Crayons. Ook de camera's van dezelfde collectie, Box of Crayons van Chimel, ga ik gebruiken op drie plaatsen. En ik doe dat gewoon door te fussy cutten. Ik hou mijn schaar stil en ik beweeg het papier. Op die manier krijg je de mooiste randjes. Zonder te veel haperingen of hakkelig te zijn. Die kleine prit wat ik er nu bij gehaald heb, die is in plaats van dat je één doorlopende lijmstrip krijgt, heb je allemaal kleine bolletjes. Glue dots noemen ze dat. En dat is voor zo'n kleine embellishment veel praktischer. Kun je meer in detail lijmen. Nu ga ik mijn sterren ponsen uit de restjes papier wat ik nog over heb.
En die ga ik dan ook weer in de drie embellishmentsgroeperingen laten terugkeren. En daarmee voldoe ik ook aan de opdracht wat ik wilde proberen voor een challenge. Het was de opdracht om sterren te gebruiken in de layout. Ik ga in elke groepering 3 sterren in 2 verschillende formaten laten terugkeren. In die chevron print die ik achter de foto gebruikt heb, op die manier komt deze ook op 3 plaatsen terug. Sorry voor het getekkel in de achtergrond. De hond besliste van nu eventjes een wandelingetje te maken in mijn hobbykamer. En de kleinste sterretjes laat ik op bepaalde plaatsen in 3D verhogen. En ik maak overal een driehoek van de sterretjes rond de cluster en rond de foto. Om de aandacht alsmaar meer naar de foto toe te trekken. De foto is hier het belangrijkste. Nu ga ik kijken of er nog ergens iets is wat ik wil toevoegen. Maar dat is toch denk ik niet het geval op dit moment. En nu ga ik van die puffy stickers een drietal laten terugkeren in de 3 clusters. Eén voor elke groepering. Thank you, verwijzend naar de cadeautjes wat ze zal krijgen van de Sint. De lekkere snoepzak. Een bloemetje en een pompoen verwijzend naar de herfst. Hier ga ik sterretjes uit het stickerboek halen. Gouden sterren. Want Sinterklaas komt in de nacht. Dus ik vond die sterren eigenlijk ook wel een leuke knipoog naar de Sinterklaasnacht. Met de fonkelende sterretjes. En hier ga ik nog een sterretje uithalen. Boven de happy. Nog eens een laatste keer doorbladeren. Nee, dat was het. En nu nog wat pareltjes in 3 plaatsen laten terugkeren. Ik laat die ook altijd. Probeer die altijd te plaatsen op een plek waar dat meerdere randjes van papier bij elkaar komen. Om dat mooi te blenden, mooi bij elkaar te laten komen of mooi te laten overgaan. En nu journaling, de datum en de journaling. Ik ga schrijven over wat ik daarnet verteld heb. Dat ons meisje in plaats van bang te zijn, heel vrolijk werd bij het zien van Sinterklaas. En een echte vreugdedans deed. Dat is echt mooi om te zien. Ik schrijf dat gewoon alsof ik aan een vriend schrijf. Ik vind handgeschreven ook veel mooier dan getypt. Dat geeft meer eigenheid, meer karakter aan de pagina. Nu nog een beetje inkt en dan zit het erop wat deze pagina betreft. Ik hoop dat jullie het mooi vonden
En dat het jullie al wat bracht in de sfeer van Sinterklaas. Ja, dan rest mij alleen nog jullie een heel fijn weekend te wensen. Ik hoop dat jullie het een hele mooie pagina vonden, dat jullie het op ideeën brengt misschien voor nog een pagina. En dat jullie een leuke verrassing vinden, zo'n extra Sinterklaaspagina. Mooi op drie plaatsen terug laten komen. Gouden inkt verwijzend naar de gouden staf van Sinterklaas. En de gouden details in zijn kleding, zijn mijter en zijn tabak. Like en abonneer. Als jullie het leuk vonden en op die manier weten anderen mij ook terug te vinden. En dan word jij op de hoogte gehouden van een volgend filmpje of een volgende post. Ik hoop jullie hier nog terug te zien. Als er een vraag is, stel ze mij dan gerust en dan zal ik ze met veel plezier beantwoorden. En dan zie ik jullie bij het volgende filmpje. Daa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